En leuk dat jij kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik weer een hele leuke shoplog voor jullie. Dit keer van Joins. Ik kende het eigenlijk al wel. Ik heb wel eens een blazersuit bij Joins besteld. Echt heel lang geleden. Heel veel vragen toen naar gekregen. Ik zou hier anders even een foto doen. Die is dus van Joins. En dan vroeg ze of ik wat producten wilde opgestuurd krijgen. Nou, daar zeg ik geen nee tegen, want ik hou van kleding. En Joins ken ik ook wel. Dus dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen. Nou, het is al bijna herfst. September, volgens mij 22 september uit mijn hoofd. Weet ik niet zeker, zo ongeveer. En nou, toevallig schijnt nu de zon, maar de laatste tijd regent het weer echt vet veel. Dus het leek mij heel erg leuk om herfstitems uit te zoeken. Dus ik heb bij Joins allemaal herfstitems uitgezocht. Nou ja, ik heb het geprobeerd. Ik zwicht soms nog wel een beetje voor de zomerdingen, maar ik probeer dat nu echt te laten voor wat het is. Dus dat heb ik gedaan. Het wordt een herfst shoplog met try-on. En ik heb nog een leuke kortingscode voor jullie. Ik zal het even hier in beeld zetten. Met de code RU15 krijg je 15% korting. Als jij een order hebt boven de 65 euro, dan heb jij met RU20 20% korting. Ik zal even alle linkjes in de beschrijving zetten. Mocht jij interesse hebben in een item die vandaag voorbij gaat komen, dan kun je makkelijk het terugvinden. En dat wil ik ook nog melden, want ik kreeg nog een mailtje dat hun 6 jaar feestje vieren op de site. En dat is van 15 september tot 7 oktober. En dan zijn er echt mega veel sale en deals en dat soort dingen. Dus ik zou zeker dan even een kijkje nemen. Dus 15 september tot 7 oktober. Lekker veel sale. En misschien dat als je mijn code gebruikt er nog meer sale vanaf gaat. Of korting. Dus allemaal korting. Helemaal leuk. Goed, laten we snel beginnen met de shoplog. Eerst deze blouse. Volgens mij is dit een blouse. We gaan het zien. Het houthakkersblouseje. En Joins kun je eigenlijk een beetje vergelijken als Safoe en Shein. Het is wel van een ander land. Ik weet zo niet uit mijn hoofd welk land. Maar ook wel goedkoop. En dat is super chill. Maar de kwaliteit vind ik altijd wel heel erg fijn en goed. Ik heb als allereerst dit superleuke houthakkersblouseje. In het rood, een beetje dat donkerrood en zwart. Heel mooi kraagje. Hij voelt heel erg stevig. Vooral het kraagje voelt heel erg lekker stevig. Niet zo'n flut kraagje, daar hou ik niet zo van. Hij heeft zwarte knoopjes en mij lijkt het dus heel erg leuk om deze open te dragen. En dan over je schouder te dragen met een leuk topje eronder. En leuke mom jeans of zo, of boyfriend jeans. Dus ja, dit houthakkersblouseje. Echt heel erg leuk vind ik deze. Ik heb hem in een maatje S, want hij viel volgens mij naar maat. En ik ga even kijken hoe duur het allemaal is. Ik zal even in de video hier in beeld zetten hoe duur deze was, want ik kan het echt even niet vinden. Nou, dit is de eerste blouse die ik nu aan heb. En ik vind hem echt amazing. Het is misschien ook wel heel erg leuk om zo te dragen met een leuk knoopje erin. En dan een beetje kant hier. Ja, echt heel erg leuk. Hij past echt top. En de kwaliteit voelt echt super lekker dik aan. Maar ik vind het dus heel erg leuk om lekker zo te dragen. Dus hier ben ik echt super blij mee. Echt super schattig voor in de herfst. Maar ook voor in de winter. Dan iets waar ik heel excited over ben. Hij valt me een klein beetje tegen. Ik vind het namelijk wel leuk dat hij gebreid is. Het is namelijk een beetje zo'n kaki groene kleur. Wat ik ook heel erg leuk vind. Met gebroken wit. Nee, het is wel echt wit. Ja, dat vind ik dus echt heel erg leuk. De mouwen wil ik dus lekker zo oprollen, want dat hebben ze ook op de side. En dat geeft wel een speelse vibe. Maar wat ik niet echt heel mooi vind, is de hals. Ik weet niet, dit is gewoon zo'n omgeruld stofje. En dat vind ik er denk ik niet zo leuk uitzien. Maar ik moet het ook maar even zien hoor. Ik denk dat dit wel leuk is boven een leren broek en dan een beetje in je broek zo. En dan stoere laarsjes eronder. Dus voor de herfst vind ik dit wel echt een leuke trui en het voelt lekker. Maar ik weet dus niet wat ik van de hals vind. Maar dat moet ik gewoon even aanzien. Deze sweater heb ik in een maatje S en die is €20,87. Dan deze sweater. En deze vind ik heel erg leuk boven een zwarte leren broek. Dus dat moet ik dan ook zeg maar even dragen. Maar voor de rest vind ik hem echt super leuk. Uiteindelijk vind ik het kraagje echt wel meevallen, zeg maar de hals. En dan zou ik hem hier helemaal vol behangen met sieraden. Dus niet één sieraadje, maar echt heel veel kettingen. En dan dus de mouwen opgestroopt, want dat vind ik het leukste effect geven. Hij zit super lekker, hij kriebelt totaal niet. En verder is hij gewoon echt super lekker chill. Dus echt zo'n heerlijke chill trui. Maar ik vind hem ook heel erg leuk straks met een zwarte broek en dan leuke laarsjes eronder. Dan één zomeritem. Ik kon het niet laten. Volgens mij is dit een zomeritem. Het was trouwens ook vet snel binnen. Het was binnen een week binnen. En dat vind ik echt heel erg snel.
Dus dat is trouwens wel heel erg chill. Kijk nou hoe leuk is dit jurkje. Dit is echt zo'n strandjurkje. Ja, echt. Ik vind hem heel erg leuk. Ik moet hem even aanzien natuurlijk. Het is wel een beetje zo'n zweetstofje. Maar voor strand of zo vind ik dit wel echt heel erg leuk. Hij heeft een beetje zo'n ballonmoutje. En hier sluit hij aan met zo'n elastiek. Dus dat rekt lekker mee. En verder heeft hij een hele erge V-hals. En loopt hij gewoon wat wijder uit. Hij is ook wel kort, maar dat vind ik dus wel heel erg leuk voor boven je bikini. Nou, deze heb ik ook in een maatje S. Deze en die was. Deze was €18,26. En kijk nou hoe mooi. Kijk. Echt super leuk. Dus ik ben benieuwd hoe die bij mij gaat staan. Maar het is wel heel erg leuk om met hier allemaal kettingen te werken. Want het heeft dus echt een diepe V-hals. Nou, en dan als laatst dit jurkje die ik nu pas. Ik moet zeggen, van alles ben ik hier minst enthousiast over. Terwijl ik echt had verwacht dat ik dit helemaal geweldig zou vinden. Maar het is echt wel een bikini jurkje hoor. Ik zou hem echt niet normaal dragen, want ik draag ook rood. Zoals je kan zien, in normaal wit en rood gaat heel goed samen. Maar nou dus niet. Het schijnt zo erg door. Het zakt zo erg af. Ja, over een bikini is het natuurlijk gewoon prima te doen. Dan is het echt een leuk strandjurkje hoor. Maar ja, ik weet niet. Ik vind het ook een heel dun stofje. Echt super dun. Hier ja, zit het gewoon. Het zit heel modelloos. Dus boven een bikini is het leuk. Maar daar blijft het dan ook wel bij. Dan heb ik nog één blouseje. Want deze vond ik ook wel heel erg leuk. Maar nu ik deze zie, vind ik hem iets minder dan die van net. Het is deze. En deze heeft een beetje oranje met blauwe strepen. En dit is gewoon rood. Maar ik vind dan toch denk ik die ander wat leuker. Maar deze vind ik eigenlijk ook wel leuk. Dus nou ja, goed. Ik wil het gewoon weer als jasje dragen. Dus de knopen gaan dan gewoon weer open. En verder is het gewoon een houthakkersbloesje. Super simpel. Maar ik vind dat dus heel erg leuk om dus helemaal open te dragen. En boven een beetje om je schouder heen. Of over je schouder. Deze heb ik in een maatje M. Want hij viel volgens mij wat strakker. En ik vind het wel fijn als zulke soort blouses iets groter vallen. Deze kost €16,52 zonder korting. Er is nu sowieso echt vet veel korting op de site. Dus dat is super fijn. Dan dit blouseje. En die is net wat te strak vind ik om hem over je schouder te laten hangen. Dus dan zou ik hem denk ik gewoon zo open dragen. En dan met een leuk kanten bralet eronder. En dan de eerste paar knoopjes open. En dan kun je die zo strikken. En dan zou ik er denk ik gewoon een zwarte broek onder doen. Een zwarte of grijze mom jeans of zo. Ja, ik twijfel wel een beetje over deze. Omdat ik hem dus heel graag over mijn schouder wil laten hangen. En of ik dit dan niet... Ja, ik voel me een beetje een western girl of zo. Nog even cowboy schoenen eronder aan en ik ben klaar voor de dag, zeg maar. Dus ik twijfel of dit wat voor mij is. Maar als ik het zou dragen, zou ik het wel zo dragen. Dan heb ik echt heel erg leuk een blazer. Dit is hem. Ik moet hem nog wel even stomen of strijken. Maar als dat is gedaan, vind ik hem denk ik echt mega leuk. Het is namelijk zo'n zandkleurtje met bruine strepen erin. Super leuk. Mooi kraagje heeft hij en verder is hij gewoon heel erg chic. Maar deze vind ik ook leuk om niet dicht te dragen, maar gewoon lekker open. En dan ook met een leren broek of zo en dan een wit topje eronder of een zwart topje eronder. Dus ja, deze blazer zou ik gewoon als leuk jasje dragen. En blazers zijn altijd leuk, maar ik moet hem nog wel even strijken. Ik heb de blazer in de maatje 36 en hij is €21,74. Nou, deze moet ik echt even strijken of stomen, want hij is heel erg gekreukeld. Maar als dat is gebeurd, zeg maar, dan is die echt super leuk ook weer. Iets netter weer. Maar dat vind ik wel heel erg leuk ook voor de afwisseling. En ik vind het kleurtje vooral echt mega mooi. Dus hier ben ik echt super blij mee ook. Dan heb ik iets wat niet kan ontbreken in de herfst- en wintertijd. Namelijk een hele grote sjaal. Ik vind deze echt heel erg leuk. Hij is donkerblauw, die strepen, met een beige kleur. Dus dat vind ik heel erg leuk. En hij is echt niet normaal zacht. Nou, zo draagt ze hem op de foto. Zo. En hij is dus maar €9,56. Nou, en als je mijn korting gebruikt, gaat er dus nog wat vanaf. Maar ik vind deze echt heel erg leuk. Het is gewoon een simpele sjaal. Leuk printje. Lekker zacht. Beetje van die roezeltjes eraan. Ja, dit zie ik wel helemaal voor me. Dus deze sjaal, oh echt heerlijk. Heel leuk. Ja, dan heb ik iets waar ik heel erg benieuwd naar ben. Ik wilde dit echt heel graag aanzien, dus heb ik hem besteld. Dit is namelijk een bordeaux rood jurkje. En ik vind deze echt heel erg mooi en chic. Hij heeft een hele mooie V-hals. En verder ja, sluit hij gewoon aan bij je armen. En is die als het goed is gewoon strak
aan de onderkant, zeg maar. En ik vind dit wel mooi met leuke gelegenheden. Als je uit eten gaat of zo, straks in de herfst en wintertijd. Dan vind ik bordeauxrood heel erg mooi. Dus vind ik sowieso heel erg mooi met bruin haar, maar met blond haar ook. En de achterkant heeft dus aan de onderkant een splitje, zoals je kan zien. Dus dat vind ik nog wel een leuk detail. Dus ik hoop dat deze mooi aansluit en dat hij niet te groot is. Deze heb ik in maatje 36-38. Het was een combimaat. En als ik hem niet pas, past mijn zus hem sowieso. En zij is gek op zulke jurkjes, dus dan geef ik hem aan haar. Oh, deze draagt hem ook zo mooi. Kijk nou. Echt super mooi. Ik hoop dat hij ook bij mij zo staat. Hij is maar €9,56. Je hebt hem in het pastel geel, in het zwart en in het bordeauxrood. Dus €9,56. Kom op, dat is geen geld. Nou, deze jurk die zit echt als gegoten. Hij is zo lekker stretch en gewoon... Ja, ik ben echt verbaasd. Had ik niet... Wow, verbaasd. Verbaasd. Dat had ik niet verwacht. Ik vind het een hele mooie kleur straks voor in dus de winter en de herfst. Maar vooral winter vind ik het ook wel heel erg mooi. Maar de bovenkant ook, die zit gewoon super mooi. Ik ben echt over te spreken. Echt. De jurk schijnt trouwens ook niet door, want zoals je kan zien is het echt zo'n... lekker stofje. Dus ja, dat is wel echt super ideaal. En dan komen we weer aan bij het laatste item. En dat kan echt niet ontbreken in de herfst. Namelijk lekkere sweaters. Kijk hoe tof. Dit is gewoon een witte trui. Hij heeft een beetje een ballonmouw. En hij is gewoon ja, mooi gebreid. Hij heeft trouwens wel iets weg van een beetje gebroken wit. Het is niet echt wit. Ik weet niet of ik het kan laten zien. Dit jurkje is wit. Dit is niet helemaal wit. Kijk. Dus deze vind ik een beetje gebroken wit, maar dat vind ik ook wel heel erg leuk. Hij heeft een hele mooie V-hals, dat vind ik heel erg mooi. En verder is hij gewoon lekker gebreid. Dit is volgens mij geen kietelstofje, echt zo'n jeukstofje. Hij voelt echt mega zacht aan. En de onderkant heeft nog twee touwtjes. Ik weet niet zo goed waarom. Kun je dat aantrekken of zo? Oh ja. Oké, ik ben benieuwd hoe dat gaat staan. Maar hij voelt in ieder geval echt super zacht en dit is gewoon altijd goed sweaters. Die heb ik in een maatje... S volgens mij. Ik zie het al. Die touwtjes. Ik zie nu een plaatje. Ik zal even het plaatje laten zien. Het hoort dus zo, deze sweater. Ik vind hem wel echt heel erg mooi. Je kunt ook wel zien dat het niet wit is. Kijk, aan de achterkant. Echt super mooi. Even kijken. Volgens mij heb ik een maatje, ja, 36-38 en hij is €18,26. Nou, ook deze zit weer super lekker. Ik heb er ook een zwart topje onder en die zie je gewoon ook niet. Het is dus een beetje gebroken wit. En dit vind ik ook leuk onder een zwarte broek of zo. Spijkerbroek is trouwens ook wel heel erg leuk. En dan witte gimpen. De achterkant heeft dus van die touwtjes. Maar die kan ik dus niet bij mezelf nu strikken. Want dat lukt gewoon niet. Maar als dat dus gestrikt is, is dat wel echt een super leuk detail. Nou, ik ga het nu zo passen. Jullie hebben het al kunnen zien. En ik ben zo benieuwd. Dan was dit alweer de herfstshoplog. Ik hoop dat jij de video leuk vond. Vergeet zeker niet de kortingscode te gebruiken. Ik zal alles in de beschrijving linken. En de linkjes staan daar ook gewoon gelinkt. Nou, heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Vond jij deze video dan leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Dat zou ik echt heel erg leuk vinden. En abonneer op mijn kanaal. En dan zeg ik tot de volgende video.